Welkom in Qatar, de parel van de Perzische Golf. Mensen uit alle landen in de wereld, welkom bij het Wereldkampioenschap 2022 in Doha. Geniet van uw verblijf, dat de beste mogen winnen! Dit is Roshan, een arbeidsmigrant uit Nepal. Er was hem verteld dat als hij aan voetbalstadions in Qatar zou helpen bouwen, hij genoeg zou verdienen om zijn familie in Nepal te onderhouden. Maar bij aankomst werd zijn paspoort afgepakt. Ondanks werkdagen van 12 uur verdient hij veel minder dan beloofd, als hij al wordt betaald. Vast in Qatar, niet eens in staat om zijn familie te steunen, lijkt zijn leven op dat van een slaaf. Wat een fantastisch spel! Met nog een paar minuten te gaan is de strijd nog steeds onbeslist. Slechte arbeidsomstandigheden van migranten worden veroorzaakt door het wereldwijde gebrek aan gewoon goed werk. 90% van alle internationale migranten zijn op zoek naar gewoon goed werk. Inmiddels gaat het om 209 miljoen mensen. In Qatar is 94% van alle arbeiders migrant. Veel arbeiders zijn al omgekomen in Qatar. Als er niets verandert, zullen naar verwachting zo'n 4000 arbeiders overlijden voor het wereldkampioenschap begint. Maar het kan ook anders. Vakbonden werken aan het voorkomen van misbruik van migranten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Vakbonden leren migranten wat hun rechten zijn en hoe zij zich kunnen organiseren. Vakbonden gaan in gesprek met bedrijven en politiek en bieden juridische hulp aan migranten in nood. Maar ook informeren vakbonden mensen voordat zij migratie overwegen. Economieën met zeker werk zijn gezondere economieën. Uiteindelijk profiteert iedereen van eerlijk werk.